In Breda waren dinsdagnacht twee explosies, beide mogelijk veroorzaakt door een handgranaat. En dat is goed te zien. Iets na drieën is het voor de eerste keer raak. Een explosie beschadigt een horecazaak aan de Belkrumweg in het centrum. Een rolluik en meerdere ruiten zijn kapot. Ook raken 6 auto's in de buurt beschadigd. Ja, heel de achterruit is uitgeknald, waarschijnlijk door die explosie vannacht. En is kapot. Een kwartier later weer een ontploffing, nu in de Takkenbijsters aan de rand van de stad. Een sportschool lijkt hier het doelwit. Het is wel heel erg toevallig, dus mogelijk is er een verband, maar dat is op dit moment nog niet vastgesteld. Nou, we nemen natuurlijk deze zaken heel hoog op. De recherche is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart. De politie is op zoek naar mensen die camerabeelden hebben of die wellicht iets gezien hebben vannacht.